Goedemorgen vanuit een zonnig Brixintalen. Het is nu een graadje of 1,22 verwacht ik. En het gaat verder oplopen richting de 7, 28 graden. Heerlijk weer, bijna wolkloos. Dus een prachtige dag om even boven te gaan kijken. Zoals beloofd zou ik boven gaan kijken bij de gondel van Hoge Brixen. Om daar te gaan kijken naar de bouw van de nieuwe bubbel. De Zinsbergbaan, maar in de volksmond genoemd de bubbel. Ik sta hier bij de oude fundering van de oude palen. En als ik iets verder naar daar ga, naar rechts, dan zie je daar de fundering van de nieuwe palen. Die liggen dus niet op dezelfde lijn als de oude funderingen en oude palen. En dat komt omdat die boven wat hoger en meer naar links uit gaat komen. En als ik nou doordraai richting de bouw, dan zie je dus daar inderdaad de bouw van de gondelstation. En vanaf hier gezien is die dus ook iets meer naar links. De vorige opstart vanuit de gondel was meer naar rechts, dus tussen de bouw en de kraan in. Daar ging de vorige lift omhoog. Wat Erik ook al heeft gezegd is dat deze lift ook zomers zal gaan draaien. De gondeltjes dan, de stoeltjes niet. Het wordt een combinatie van stoeltjes en gondel. En de nieuwe lift zal dus ook in de zomer gaan draaien, zodat je zomers ook naar boven kan en vanuit daar uitzicht hebt over andere gebieden. Maar ook makkelijker kan wandelen richting onder andere Scheffau. In mijn weg naar boven kom ik hier langs een fundering van een nieuwe paal voor de Zinsbergbaan. Zo ziet dus een complete fundering eruit. Straks is daar bijna niks meer van zichtbaar omdat hij voor de rest ingegraven wordt. Voor de rest zie je hier nog een hoop leidingen liggen. En ik vermoed dat de buis die je daar ziet lopen, dat eentje van de watertoevoer is voor de sneeuwkorrel. Ik ben bijna op het punt waar de oude bubbel, de Zinsbergbaan, eindigde. Dat is daar tussen die bomen. Ik sta hier op het punt waar de oude bubbel, de Zinsbergbaan, uitkwam. Het traject gaat dus wel hier lopen. Want zoals je daar in de verte misschien kan zien, ik ga een beetje proberen in te zoomen. Dat is daar de bouwput van de nieuwe Zinsbergbaan. Met hier voor ons de fundering van de nieuwe Zinsbergbaan. En ik sta hier dus in het oude station. Daar liggen nog wat sneeuwresten overigens. En ik sta hier dus nog in het oude station van de Zinsbergbaan. Dat moeten ze dus nog af gaan breken grotendeels. Hier kwam je binnen met de stoeltjes en daar ging je eruit. Best wel apart om hier te kunnen staan nu. Maar hier hebben ze dus nogal wat werk aan om af te breken, deze fundering. Ik weet niet hoe ver ze het af gaan breken. Of ze misschien nog een stukje laten staan. Want hij gaat hier dus recht doorheen lopen. En daar is ook weer een nieuwe fundering. En daarboven, en daar gaan we zo nog naartoe. Daarboven komt dus het nieuwe bergstation. Ik ben hier aangekomen, bovenop de Zinsberg. Waar ze op dit moment bezig zijn met de bouw van de bergstation van de Zinsbergbaan. Jullie zien daar beneden dan het oude stopplaats van de Zinsbergbaan. En dit is dus een nieuwe plaats. Zoals je kan zien is toch de lijn wel hetzelfde gebleven. Ik had verwacht dat er iets meer naar de andere plaats uit zou komen. Maar ze hebben een flink stuk afgegraven. Hier op deze berg. En een heleboel bomen gekapt. Want hier stonden best wel veel bomen. En inderdaad, er is dus een heleboel afgegraven hier. Om er maar voor te zorgen dat het diep genoeg is voor de fundering en de opbergplaats. Nou, ook hier liggen nog het een en ander als sneeuwresten. Ik kan je zeggen dat is voor juni best bijzonder. Nou, tot zover een reportage van de bouw. Van in de volksmond de bubbel. Voor nu ga ik afsluiten.
met het beeld van Riel de Keizer. En zoals Erik altijd zegt, zeg ik ook de groeten.